blijven staan. Dat kan ook nog, maar niet helemaal plannen. We zijn hier vandaag met Emma en Simon. En die gaan een interview opnemen met Tessatje. En dat gaat over... Ja, waar gaat het over? Over mijn leven, toch? Over je leven zelfs? Nee, over mijn leven. Het gaat over sterren. En ook over Bella, toch? Ja, en Corona ook. Zeg je? En Corona denk ik ook. Oh, en ook Corona natuurlijk. Tuurlijk, ja. Kwam er ook bij. Daar begon het eigenlijk allemaal mee. Ja. Daar begon het mee, ja. We begonnen allemaal met de liefde. En Bicky. Maar toen hadden we Corona. Dus we gaan een heel... De kampioen gaat een nieuwe weg in, zoals dat heet. En die gaan nu... Ja, vertel zelf maar even. Ja, we gaan verhalen vertellen. En nou, dat deed ik natuurlijk al een tijdje. Alleen toen in de vorm van series en soaps. En ik ga nu echt proberen de echte verhalen te vertellen van ja, beroemde paarden, andere YouTubers. Mensen die een verhaal hebben eigenlijk. En dat gewoon heel mooi in beeld te brengen. Zodat ja, die verhalen verteld kunnen worden. En vandaag ga ik dus het verhaal vertellen van Sterre en van Tess. En Bel en Verona en andere ponies. Van allemaal, ja. Elke nou. Natuurlijk. Ja. Dus we zijn nu op de meest idealistische plek gekomen van heel Manege Middenhof. En paardjes op de achtergrond en we gaan aan de slag. Yes. Het verhaal is opgenomen, dus nu gaan we even verder met een stukje vloggen en zo. En tranen met tuiten bij mij natuurlijk weer, maar goed, zo gaan de dingen. Als je die video wil zien, ik zal hem even linken. Dan kunnen jullie even kijken hoe het verhaal is van Tessa en Sterre. En de tips die Tess nog heeft ook voor je, als je jezelf je pony verloren bent. Dus mooie video wordt dat denk ik wel. Zo, nu wordt Tess echt aan alle kanten gefilmd. Dat ze met haar pony... In 4:15, dus misschien dat je nog een paar minuutjes even moet grazen. 2 minuten hoor ik. Ja, natuurlijk. Oh, ik heb nog iets. Ja, het kan natuurlijk zijn. Ja, sorry. Ja. Emma is inmiddels verhuisd in de paddock. Dat krijg je als je film, accordeuraatje, doet media en... Zij van zak. Echt typisch van filmen. Zij zak. Zo, ja. Kijk, we hebben hier Simon, die is de assistent vandaag. Oh, hier. Een soort van. Ja, een mannetje van alles. Ja, kijk. Een beetje. Mag ik straks al mijn kaartje opmaken? Maar Emma wil betere beelden, dus die gaat gewoon midden in het paddock staan. Moet je wat voor over hebben, toch? Ja, mee eens. Ik kan er nog wat van leren. Ik kies meestal de makkelijkste weg. Op de juiste plek moet ze nu de kunstjes vertonen. Precies daar, want dan is de achtergrond beter. Zo zie je maar, ik heb nog hoop te leren om de perfecte video te maken. Ja, dat is wel grappig. Het is maar doen wat ze altijd doet. Alleen nu is het voor filmen, dan is het toch anders. Ah.
schattig hoor. Voor ons is het een wat andere ervaring, want normaal gesproken dan komen natuurlijk YouTubers en die rijden dan op Verona of op Bel of iets. En nu komen ze echt filmen. Dat is natuurlijk een verschil met een ander soort YouTube kanaal. Het gaat over paarden, maar uiteindelijk wordt er gewoon heel veel gefilmd. Dus continu wordt er gezegd van, ja, dit moet op Insta en dit is voor dat en dat is voor dat. Terwijl wij altijd gewoon de camera aanzetten. En dan vastleggen wat er gebeurt. En dan vastleggen wat er gebeurt, ja. En nu is het echt een heel proces, is het. Ja, dat klopt. Het is wel heel wel leerzaam. Ook wel veel te doen, zeg maar. Als ik het zo moet doen, denk ik dat ik nog maar 1 video per maand maak. Het verklaart wel waarom ik er niet zo heel veel uit kan brengen, ja. Dit verklaart waarom Kampioen niet elke keer een video heeft. Ik kan je vertellen, deze hele video had ik waarschijnlijk in een uurtje opgenomen. Ja, dus het is wel heel gaaf. Dus ik ben ook wel heel benieuwd naar de resultaten. Ik word ook steeds aangereden door mijn pony hier. Ik weet niet precies waarom dat nodig is, dat ze steeds aangereden wordt. Maar Tess vindt het schijnbaar erg grappig en Bel vindt het wel prima. Dus ja, dit is mijn leven vandaag, jongens. Je mag medelijden met me hebben. Zet maar hieronder in de comments als je medelijden met me hebt. Dat mag echt, ja. Kijk, de beelden zijn weer niet voldoende, dus dan wordt er naar de bak verhuisd. Ik sta natuurlijk ook in de bak, maar ja, het is toch anders. Nou, bel die kriebel in de oren of zo. Sneller licht rijden, gaat het beter, moppie. Kijk, daar is Simon. Simon die houdt mij nu continu in de gaten voor ik weet niet wat, maar iets. Het was een beetje. Dan rijdt ze Emma aan. Of je Emma niet aan wil rijden. Oh. Bel denkt zo, ik ben klaar. Genoeg. Ze wil wel knuffels. Ja hoor. Nou, zo gebeurt er niet zo heel veel. Oh. Wat ik geloof. Kijk, zo gaat dat. Shot voor 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 shot. Ja, 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 ja. Yes! Ja, was dat toch? Ja. Ik heb Simon Nio daar. Die zit heel klein daar. Wat is dat? Kampioen is klaar. Die heeft heel veel videobeelden gemaakt. En ik heb er eigenlijk best nog wel een hoop van geleerd. Dat was wel heel leuk. Dus dat leer ik ook wat. Ja, zeg maar. Nou, ook van jou trouwens hoor. Dat je het ook in een uur kan. Nee, ja. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet vooral niet even op het kanaal van Kampioen te kijken. Ik zal de video daar linken. En dan kun je, en daaronder zie je de abonneerknop van Kampioen. En dan kun je daar dus even die video zien van Tessa die vertelt over sterren en Bella. En ja, ander soort video. Misschien wel heel interessant om te kijken. Dus bedankt voor het kijken. Ik zie jullie graag de volgende keer weer. Duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Doeg! Doeg! Ik heb het kijk! Ik heb het niet gezegd om te abonneren op jullie.